Prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor. Zal ik nog wachten dan? Nee, dek. Ik heb heet water opgezet. Voor wat? U had toch last van koude voeten? Neem zelf maar een kruik. Denk je dat een gezonde kerel? Nou, dat is erg aardig. In plaats van een dankje. Dankje, een dankje. Een man van 50 met een kruik. Marianne. Ja, meneer. Hallo. Marianne. Sst. Marianne. Ja, meneer. Wat zijn jullie aan het doen? Marianne. Ja, meneer. Niks. Marianne. Dat is driemaal. Kat. Marianne. Kijk nou. Wat doe je nou? Laat suikerpot vallen. Kijk nou, u laat me schrikken. Suiker en scherven, dat is een goed voorteken. Centen en geluk. Marianne, ik trouw je. Zo. Ja, comedianten, zo is het wel genoeg. Mag ik nou even weten wat jullie aan het doen zijn? Hanna gaat naar het toneel. Is dat niet een beetje laat? Wil je me niet? Willen. Ik wil de suiker opvegen. Sietse heeft er gevraagd voor zijn toneelvereniging AG Hanna Huisman. AG? Als gast. Waarom wil je me niet, Marianneke? Och. Twee of drie boterhammen, meneer. Ik eet niet, ik moet met je praten. Praat u maar. Als u maar weet... Ja, dat is goed, als u maar weet. Als u maar weet dat ik te eerst een andere betrekking neem. Driftig smeren. Oh ja. Wat voor een draak van een stuk is dit? Het is helemaal geen draak, het is helemaal een Heemans. Schakels. Oh ja, dat heb ik vroeger wel eens gezien, mooi. Nou dan. Ja, maar zo is het onherkenbaar. Ja, het is alleen nog maar een repetitie. Is dat niet een stuk over een oude fabrieksdirecteur? Ja, Pancras Duif. Ja, zo heette die. Die met zijn huishoudster wilde het. Maar dat is toch een Amsterdams stuk? Ja? Maar jij maakt er een Rotterdamse van. Nou, wat zei ik je? Ja, dat Amsterdams ligt me niet zo. Nou ja, het is natuurlijk wel apart, dat is waar. Wanneer is de première? Oh, stel je gerust, nog lang niet. Ja, ik bedoel, dan kom ik kijken. Oh, nou, de eerste opvoering is op de open dag van school. Oh? Omdat er 4 leraren aan meedoen. Oh, maar denk je dat die kinderen dat wel leuk vinden? Had je niet beter goede tijden, slechte tijden kunnen doen? Nee, het is vooral bedoeld voor de ouders. Oh. Nou, Medisch Centrum West dan. Nou, daar is de televisie voor, Molly. Wij doen iets van culturele waarde. Oh. Jullie hadden eigenlijk iets zelf moeten bedenken, hè? Pedagogisch Centrum Oost, wat vind je daarvan? Wat kwam je eigenlijk doen, Molly? Hè? Ja, goede vraag. Wat kwam ik eigenlijk doen? Hé, frisjes. Ik heb het heet water opgezet. Heet water, waarvoor? U had toch last van koude voeten? Oh ja, neem zelf een kruik. Denk je dat een gezonde kerel... Nou, dat is aardig in plaats van een dankje. Dankje? Man van 50 met een kruik? Marianne. Niks. Marianne. Ja, dat is 3 keer. Kat. Nou, kijk nou eens. U laat me schrikken. Mariannetje, ik trouw je. Nee, nou sla je een stukje over. Wat dan? Ja, dat weet ik niet. Joris! Joris? Ja, dan repeteer ik thuis altijd mee. Ja, vindt hij heel leuk. Soms gaat hij helemaal in op. Hé. Hey. Wat hé? Nou, we zoeken nog een souffleur. Jullie hebben het toch alleen? Ja, maar daar is de laatste jaren steeds wat mee. Op de laatste première was hij zijn stem kwijt. Ja, daar hebben we niet veel aan, nee. Dus als Joris. Nou ja, eens kijken. Hè? Zoals we aan die grote koken vragen. Suiker op de grond en scherven, dat is een voorteken, centen en geluk. Dat sloeg ik over. Mariannetje, ik trouw je. Ja, praat u maar aan. Mag ik even? Als u maar weet dat ik de eerste een andere betrekking neem. Sorry. Oh, sorry. Toneelstuk. Alsjeblieft, geen andere betrekking, hè? Ja. En zeker niet met ingang van de eerste, want dan gaan jullie naar Rome, de werkweek. Oh ja, ook dat nog. Ander stuk drama. Nee, dat wordt een blij spel. Maar wat ik vragen wilde, hoe staat het eigenlijk met die Lisa Beltman? Gaat hij nou nog steeds niet mee? Volgens mij niet. Is daar nou niks aan te doen, Sietse? Ja, ik heb het al eerder geprobeerd. Ja, het is die vader, hè? Ken jij hem? Nou, kennen, nee. Joris spreekt hem wel eens, want Lisa heeft bijles. Oh, zou hij dan niet kunnen proberen? Hoor? Ja, ik wil het wel eens vragen. Als je het doen wil, heel graag.
Hij krijgt het nog druk, hè? Die krookt de koker van je. Ik ben de enige die niet meegaat naar Rome. Troostje, ik ook niet. U bent geen leerling. Maar mijn vrouw gaat wel. Nou, mijn vader wil het nog steeds niet. Kunt u het hem niet eens vragen? Ik? Denk je nou echt dat het helpt? Hij vindt al die verre reizen maar een flauwekul. Ja, het is nogal prijzig, hè? Ja, maar het gaat helemaal niet om het geld. Hij zegt dat je een werkweek net zo goed in Nederland kunt houden. Zelf ging hij vroeger altijd naar Lunteren. Tja, op de fiets, hè? Ja, hoe weet u dat? Nou, wij deden het ook zo. Ik ken zelfs iemand die maakte een voetreis naar Rome. Echt waar? Bertus Aafjes. Was dat een jongen uit uw klas? Nee, zo oud ben ik ook weer niet. Dat is een schrijver. En een voetreis naar Rome is een boek. En nou zijn we weer bij je boekenlijst waar we het over hadden voordat jij mij weer eens begon af te leiden. Sorry. De donkere kamer van Damocles zetten we er ook op. Oké? Ja, maar dat is zo'n pil. Ja, maar mooi. Hé, ik heb een idee. Mag je ook toneelstuk op je lijst zetten? Hoezo? Daar zit je schakels erop. Schakels? Dat is dat toneelstuk wat op de open dag van school wordt opgevoerd. Oh, dat. Hé, zeg, mijn vrouw speelt er een hele belangrijke rol in, hè? Leuk voor u. En heb je dat toneelstuk alvast gezien? Oh, dan hoef ik het niet meer te lezen, bedoelt u? Nee, dat bedoel ik niet. Wie was de schrijver eigenlijk? Heijermans. W.F. Heijermans. Nee, en ook geen Toon Heijermans, Herman. Nou, Toon Heijermans, dat mag niet. Was het maar waar, zag die boekjes er echt zo uit. Herman Heijermans. Nee, nooit van gehoord. Oeh, hoi, grote koker, daar ben ik weer. Hey, hallo, Lisa, ben jij er nog? Mag jij nog steeds niet mee naar Rome? Wij blijven hier eenzaam achter. Terwijl jullie te buiten gaan aan uitspattingen bij de Trevi-fontein. Ik heb geen medelijden met je. Hm? Nou, met haar hoef je het ook niet te hebben. Jawel. Nee, in die week dat de anderen hun tijd verdoen aan de oevers van de Tiber, kun jij alvast 3 boeken van je lijst lezen. Ja, toch. Wat duivel. We leven als man en vrouw. Je verstelt mijn hemden, stopt mijn sokken. Enkel die kwestie van... Ja, ben u nou klaar of... Je kan aantekenen zo gauw als je wilt. Nee hoor, het kan niet. Het kan niet? Ben ik dan zo'n ongeluk van een vent? Dat beweert ik niet. U is een knappe heer op leeftijd. Knap, dat ben ik, ja. En er zijn 100 die ja willen zeggen met likkende vingers. Haha, 1000. Hoe gaat het nou weer verder? Ach ja, dat klinkt heel aardig. Oh ja, dat vergeet ik nou steeds. Je zal zien dat ik daar blijf hangen. Ben je gek? Je hebt toch een souffleur? Ja, nu wel, ja. Ja, maar dan toch ook? Nee, ze hebben nog steeds niemand. Ach, ze vinden wel iemand. Dat komt wel in orde. Zeker weten? Absoluut. Dus ik hoef me nergens zorgen over te maken? Nee, natuurlijk niet. Oh, ben je toch een lieverd? Uiteraard. hoezo? Nou, je bedoelt toch dat jij... Ik? Souffleur? Ja, jij. Dan kan me niks meer gebeuren. Mijn grote steun en toeverlaat. Toch? Nou, je laat je anders ook nooit iets door mij voorzeggen. Nou, dat moet toch een heerlijk gevoel zijn, niet dan? Hey, hou eens op met het Rotterdams. Ja, nou, ik moet er weer een beetje gewend aan raken. Ja, ik krijg er een kunstkop van. Ik oefen toch alleen maar een beetje. Dan oefen je gewoon een keer op iemand anders. Ja. Hey, hallo. Hier, op Hassan bijvoorbeeld. Wat moet ze op mij? Zij moet op jou kunnen rekenen. Waarvoor? Waarmee heet dat? Nou, waarmee dan? Met souffleren. Souffleren? Ja, dat is een toneelspeler voorzeggen als u blijft steken. Hanne dus. Oh ja, dat wil ik best. Kijk eens aan, prettig geregeld. Ja, wacht eens even. Ik geloof toch niet dat ik dat zo'n goed idee vind. Waarom niet? Nou, ik versta hem niet altijd even goed. Hoe bedoel je? Nou ja, ik wel, maar de anderen niet misschien. Die zijn niet zo aan jouw stem gewend. Nou, graag of helemaal niet? Wat zeg je? Graag of helemaal niet. Versta je me? Hij is gepikeerd. Ja, dat heb jij uitgelokt, pestkop. Nou, doe je het of doe je het niet? Ja, ik moet er nog eens even over nadenken. Oh, en als je dan toch bezig bent, bedenk dan even in 1 moeite door hoe we Lisa mee naar de werkweek kunnen krijgen. Ja, hoor eens. Zeg. Je kent de vader toch? Kan je toch een keer met hem praten? Ja, wat zou ik tegen hem moeten zeggen? Meneer Beltman, ik ben het met u eens. Die verre reis zijn flauwekul. Ze kunnen net zo goed naar Lunteren. Waarom zou je dat nou zeggen?
Omdat ik het ook echt met hem eens ben. Werkweek in het buitenland. In eigen land is nog genoeg te werken. Dat doen alle scholen. Oh, dan moeten jullie ook. Ja, we kunnen niet achterblijven. Ik zou niet weten waarom niet. Dat gaat je leerlingen kosten op de duur. Of het Willem de Zwijger. Gaan ze volgend jaar zelfs naar Leningrad. Weet je wat? Dan gaan jullie toch naar Abu Dhabi? Oh nee, dan mag je niet drinken. En een werkweek zonder drank, dat kan natuurlijk niet. Dat gaat leerlingen kosten. Dan wordt het dus Zuid-Afrika. Dat kan nu wel weer. En de ouders betalen wel. Ja, als de ouders echt niet kunnen betalen, is er altijd wel een mouw aan te passen. Je moet als school tegenwoordig aan public relations doen. Waarom denk je dat we op de open dag toneelstuk opvoeren? En met dit soort argumenten moet ik die man ompraten? Meneer, het gaat om de status van de school. Die man die ziet me aankomen. Nou, is toch gewoon zielig dat het kind als enige niet mee kan? Oh, daar speculeren jullie op, hè? Op de zieligheid. Is dat niet zielig? Dat wel, ja. Oh, daar heb je hem. Nou, het zal tijd worden. Nou, niet vervelend doen, hoor. Hij is echt heel aardig. Dat was ik al. Joor! Wat is er nou? Vraag je het dan aan hem? Ja, ik zie wel. Doet het nou. Doet het nou. Succes. Ja. Doei. Sorry, ben ik te laat? Dat komt, we komen net terug van een toneelrepetitie. Oh, speelt u toneel? Nou, dat wil zeggen mijn vrouw. Ik souffleer. Ik zeg Lies ook altijd voor. Nou, treedt u binnen. Kan ik u dienen met een kopje thee? Nee, dank u. Ik moet nodig gaan. Tot ziens. Oh, ik wil... Lisa, begin alvast. Ja. Ik wil u nog even laten weten dat u groot gelijk hebt. Huh? Dat die scholen tegenwoordig op werkweek, ik weet niet waar naartoe gaan. Ja, vindt u ook niet? Waanzin. En wat het allemaal niet kost, hè. Zo'n reisje naar Rome ook. Precies. Nou is het wel zo, financieel valt er altijd een mouw aan te passen. Hoe bedoelt u dat? Dat als het geld voor u echt bezwaarlijk zou zijn. Het gaat me helemaal niet om het geld, het gaat me om het principe. Ik wens niet mee te doen aan die flauwekul. Heel verstandig. Nou dan. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat voor u de reden zou kunnen zijn om van uw dochter het buitenbeentje van de klas te maken. Maar toch is dat de reden. Ik begrijp het best. U hoeft zich tegenover mij niet groot te houden. Die meiden kosten handenvol geld. Maar er is echt een oplossing voor. Nogmaals, het gaat me helemaal niet om het geld. En het gebeurt allemaal heel discreet. Niemand komt het te weten, zegt mijn vrouw. Dus denkt u er nog eens over na. Nee, laat uw dochter maar gewoon meegaan. Dat geld, dat doen we gewoon. Uw zin. Het is het geld. Nou goed, die bijlessen van u, die kan ik bijvoorbeeld ook helemaal niet meer betalen. Maar dan weet u wel een mouw aan te passen, dacht ik, hè? Ja, nee, ik bedoel... Ik hoor nog wel van u. Goedemiddag. Joris, zou jij dit scènetje nog even met me willen repeteren? Alweer? Daar heb ik geen tijd voor. Ik zit te ontharen. Of wacht eens, daar ben jij de huishoudster? Alsjeblieft. Nee, dat kan niet. Nee, Pankras heeft me net een aanzoek gedaan en dan komen ze zo naar Henk en Dirk om met me te praten. Nou. Maar dan kun je intussen toch wat de bonen ontharen? Nee, dat is veel te dramatisch voor. Nou, wie speel ik, Henk of Dirk? Ja, alle twee. Doe maar. Nou, hier, begin maar. Jullie zijn net binnengekomen en dan zeg ik, meneer is er niet. Dat geeft niet, we komen voor jou. Dirk, ik zou het woord doen. Als u zo beleefd wil zijn om plaats te nemen... Ik begrijp het niet. Dat gedonder met die ouwe moet afgelopen zijn. Dirk, rustig. Ik doe het woord. U zal er zonder dwang van onze kant wel toe over willen gaan... om mee te helpen en familieschandaal te voorkomen. En anders... Ik denk dat u beter met uw vader kan praten. Met iemand in zo'n mate van overspannen zijn we niet van plan te discussiëren. Kort en bondig. Koffers pakken en vertrekken. En anders... Ik denk er niet aan. Ik vind het gemeen om achter de rug van uw vader om... Wij vragen niet wat u gemeen vindt, dat kunnen wij zelf wel beoordelen. Ja. Juist. Wat is hier aan de hand? Nou, ik val even uit mijn rol. Oh, is het weer zover? Ja, morgen is het zover. Opvoering op school. Ben je zenuwachtig, Hanna? Nee. Doet ze het goed? Kijk eens hoe goed ze toneel speelt. Hoezo? Kijk eens hoe goed ze speelt dat ze niet zenuwachtig is. Ah, En kijk eens hoe natuurlijk ze naar de telefoon loopt. En jij? En wat ik? Ben jij zenuwachtig? Ik? Waarom zou ik zenuwachtig zijn? Ik ben souffleur. Bij mij kan niks misgaan. Tenzij ik met blindheid geslagen word. En dan nog, ik ken ze van dat hele stuk uit mijn hoofd. Nee toch? Ja, maar dat is vreselijk. Hoezo?
Ik bedoel, hoe moet dat dan? Ik zou het eigenlijk best willen zien. Dan kom toch kijken, morgen. Op school? Ja, waarom niet? Kijk dan toch eens met wat een gevoel voor drama ze weer binnenkomt. Ziet, ze is ziek. Zelfs zo'n eenvoudige mededeling weet ze nog een dramatische spanning mee te geven. Wat zeg je? Ziet ze? Ziek? Hoe moet het dan morgen? Ze willen dat jij voor hem invalt. Wie ze? Allemaal. Ho, hij zegt, wacht even. Kom, zeg, ik ben souffleur. Nou, handig, kan je jezelf voorzeggen. Hé, gaan we leuk doen. Je kan je boek in je handen houden, zeggen ze. Nee, dat is geen gezicht. Dat doe ik niet, daar begin ik niet aan. Maar dan doe je het zonder tekst. Hallo. Maar je zei net nog dat je het hele stuk uit je hoofd kende. Ja, bij wijze van spreken. Hey, je hebt nog de hele dag om te repeteren. Ja, kom zeg, ik ga er een beetje voor joker staan. Nee, je staat niet voor joker. Iedereen weet dat je invalt. Het publiek zal je dankbaar zijn. Wat heeft hij? Wie? Ja, wie denk je? Ziet ze? Oh ja, een soort buikgriep. Oh ja, dat heerst. De halve ouderenbond hoorde ik van vandaan. Wat moet ik nou? Ja, nou, ik zou terugbellen als je het doet. Mag ik er nog even over nadenken? Ach, Joris, zoiets moet je gewoon patsboem doen en dan zie je wel weer. Hier, hoor haar. Ja, nee, je redt het wel. Hij doet het echt fantastisch, Molly. Wacht, laten we even de laatste scène doen. Ik wil u alleen spreken, meneer. Meneer? Je zou pankra zeggen, kat. Dat zal ik nimmer meer zeggen, meneer. Ik heb mijn koffer gepakt. Je koffers gepakt? Wat bedoel je? Dat ik heen ga. Heen ga? Heen ga? Ik zal straks een kruier zenden om de koffer. Wat zeg ik dan verder? En dat u me dan een getuigschrift gaf. Nou, moet je nou zien? Zo fantastisch, hij weet het nog beter dan ik. Ik kan niet slapen. Ah, je ontspant nu nou maar. Ik kom best goed morgen. Oh ja. Wat? Hier bleef ik steken. Waar? In mijn gedachten. Ik heb geen lichamelijke gebreken, geen rheumatiek, geen spataderen. En een man van dik in de 40 heeft zo'n vrouw toch beter haar vast dan zo'n broekie van 20. Zo is dat. Kom mijn bankglas. Kruip jij maar lekker achter kaap komt en mafsen. De kleding? Hoe zit het eigenlijk met de kleding? Komt goed. Ja, maar het past toch nooit? Ziet ze is veel kleiner dan ik. Nou, als jij nou zorgt dat je er morgen om 4 uur bent, dan is Carla er ook en dan legt ze het even uit. Wat legt ze me uit dan? Nee, niet jou. Jasje en de broek. Nou? Zul nog 1 keer die laatste scène doen? Zeg, kom nou, joh. Het is 2:30, dan zie ik er morgen niet uit. Ach, je wordt toch gesminkt? Wat ga je nou doen? Die laatste scène repeteren. Doe nou. Ja, ik doe het voor jullie, hoor. Dan kunnen we toch wel bij blijven liggen. Oh, liggen we er morgen ook bij? Nou, het is hartstikke koud. Goed, blijf jij er dan maar in liggen, maar vanaf hier. Ik zeg u de dienst op, ik ga vandoor in uw belang. In mijn belang, in mijn belang. Je bent een... Nee, niet heen en weer lopen. Je moet eventjes driftig glas cognac inschenken. Oh ja. In mijn belang, je bent een... Nee, niet schelden, meneer. Daar zult u later spijt van krijgen. Hier is uw ring. Marianne, als jij heen gaat... Nee, eerst uit mijn handen slaan. Marianne, als jij heen... Oh, kiet voorzichtig nou. Moet je morgen ook nog in het gips spelen. Marianne, als jij gaat... Ik ga het heen. Ik ben dwaas geweest en u te goed. Marianne, je weet dat ik het niet uithoud. Dat ik niet zonder je kan. Dat ik bang ben. Alleen... Alleen in dit vervloekte huis. Ja, dan moet u een andere huishoudster nemen, meneer. U hebt mezelf voortgejaagd. Marianne, als jij gaat... Als jij gaat... Het mot. Blackout en applaus.
Ja. Nou, een beetje hoogwater in de polder, hè? Nou, daar doen we wel wat aan. En dat jasje? Nou, dat kan wel. Vind je? Ja hoor, je boft. Weet je dat het ziet zoveel te groot was? Ja, maar die mouwen zijn toch te kort? Nou, eens even kijken. Nou, dat valt wel mee. En misschien had die Pankras in het echt wel een beetje te krap jasje. Ja, wie zal het zeggen? Dat kan toch? Ja, zo lust ik hem ook, zeg. Nou, ik kan niet nu in een vloek en een zucht ook nog eens een keer dat jasje gaan vermaken. Maar die broek, dat lukt wel. Zo, Joris, jij wordt verwend. En terecht natuurlijk. Hoezo verwend? Nou, Carla ligt je al te vermaken. Zeg, Zenuwachtig? Nee. Nou, jij hebt wel kippenvel. Dat is van de opwinding, Carla, en die koude schalers bij benen. Ja, sta nou maar eens een keertje stil. Dat lukt me niet. Trek maar uit, die broek. Zeg, je moet hem ook niet te veel gaan verwennen. En moe ben jij, viezerik. Hallo, krijg nou niks, Pankras. U bent uw tijd ver vooruit, hè? 1903, en dan al in een boxershort. Marianne, ik had dit voor onze huwelijksdag willen bewaren. Nee, fantaseer nou niet verder, meneer. Ik vind het gewoon overdreven edelmoedig. Ik doe het niet, meneer. En na zo'n voorstel kan ik natuurlijk niet meer blijven. Huh? Nee, tuurlijk niet. Zo, de bons. De bons op mijn kop. Als ik 20 jaar jonger was, hè? Nee, ook dan niet. Ook dan niet? Nee. Maar dat is... Ik heb gisteren gelogen. Wat heb jij gelogen? Nou, mijn getuigschrift liegt. Ik was niet getrouwd. Nee, mijn zoon... Marianne, huil maar niet. Alles komt weer goed. Sietse is weer terug. Jij was toch ziek? Ja, ik ben weer opgekrabbeld. Ik red het best, joh. Ja. Ik laat jullie toch niet zakken, hè? The show must go on. Maar dat gaat hier toch wel. Joris valt voor je in. Wou ik je niet aandoen, Joris. Souffleur en dan zelf op het toneel. Wie moet jou dan weer souffleren? Maar had je dan niet even kunnen bellen? Ada wou me eerst niet laten gaan. Je weet hoe die vrouwen zijn. Maar kom op, jongens, aan de slag. Hè? Ah, dan nemen wij de slotscène nog even door. Souffleer jij dan even, Joris. Zo, dat is prettig geregeld. Hier, trek maar aan. Wat kom jij nou hier doen? Spelen. Oh, dus dan is die... Ja. Ja, sorry, Carla. Dag, jongen. Jij zal wel opgelucht zijn, hè? Hoezo opgelucht? Dat je niet hoeft. Ik had me al helemaal ingeleefd en me rot gestudeerd. Dat was toch veel te kort dag. Kom ze nou mee aan. Het is toch veel beter zo? Ja, het was je natuurlijk best gelukt, maar het zou toch maar behelpen geweest zijn. Ja, zeg, nou moet je niet mooier worden, hè? Meneer Huisman. Hallo, goedenavond. Moet u niet achter het podium? U bent toch souffleur? Ja, ja, maar dat heeft geen haast. En jij, ga je mee met de werkweek? U kent mijn standpunt, hè, meneer Huisman. En wat vindt u ervan, mevrouw? Mijn vrouw en ik zijn het altijd met elkaar eens. Nou? In ieder geval trekken wij altijd één lijn. De uwe zeker. Grapje. Attentie, attentie. Wil de heer Huisman zich achter het toneel begeven? Ik herhaal, wil de heer Huisman zich onmiddellijk achter het toneel begeven? Dank u. Nou wel. Sorry, ik geloof dat ik me achter het toneel moet begeven. Dat heeft u heel goed begrepen, meneer Huisman. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, hij is weer niet goed geworden. Daar heb je mij niet voor nodig, maar een dokter. Wat doen we nou? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk. Joris. Natuurlijk. Oh nee, dat red ik niet. Kijk, vanmiddag was ik er helemaal klaar voor. Ik was tot het uiterste gespannen, maar toen kwam hij. Ik ben ingezakt als een pudding. Ja, maar je kan die mensen zo niet wegsturen. De show must go. Het zou een ramp voor de school zijn. Ja. Nou, dat kan best, maar ik breng het niet meer op. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Helaas is de hoofdrolspeler van vanavond, de heer Sietse Brandsma, plotseling niet in staat te spelen. Maar gelukkig zal de heer Huisman, die de rol ook had ingestudeerd, hem vervangen. Uiteraard overvalt hem dat op dit moment, vandaar dat wij nog even uw geduld vragen. Mag ik alvast een aanmoedigingsapplaus voor de dappere heer Huisman? Nou ja, dat is toch helemaal stug, hè? Anna. Je kan het best. Tuurlijk. Kom op, trek aan. Je kunt het aan. Oh! Sietse! Sietse! Geef gauw die broek! Ik moet hem uitleggen!
leggen. Ook dat nog. Zo, jullie hebben nog een kwartier in de tijd. Joris, sterkte en succes. Op hoop van zegen. Dat is een ander stuk van Heijmans. Een ander stuk? Op hoop van zegen. Nog geestig ook. Joris, ik bewonder je. Applaus, applaus. Hulde. Joris, ik bewonder je. Ik ben kapot. Nou, doodmoe, maar overgelukkig toch. Hé, ze gingen zelfs staan bij het applaus. Nou, dat zegt niks tegenwoordig. Als ze blijven zitten, dan heb je pas succes. En hoe vond je mij? In één woord... Ja, hoe zal ik dat nou eens zeggen? Een aanwezigheid, ja dat is het. Een aanwezigheid op het toneel. Als je er niet gestaan hebt, hè, zou ik je echt gemist hebben. Oh, leuk hoor. Ziet ze bijvoorbeeld, die heeft het niet, vind ik. Aanwezigheid. Nee, vooral als die er niet is. Nou, ook als je er wel is. Maar het is wel een comediant, hè. Jongen. Ah, hij bedoelde het toch goed. Het zal mij benieuwen hoe lang die thuis blijft. Je bedoelt in verband met de werkweek? Oh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Dat is waar ook. Hij zal toch wel beter zijn over 5 dagen? Ja, wie zal het zeggen? Stel je voor. Dan moet ik alleen met het zootje op stap. Tja. Hé, waarom ga jij eigenlijk niet mee? Ik? Naar Rome? Ja, hartstikke gezellig. Anders zit je hier maar in je eentje. Ja, en wie betaalt dat? Nou, de school natuurlijk. Je valt toch in voor sietsen? Oh, nee. Ja. Ik zie hem al staan bij de bus. Koffers gepakt, alles geregeld. En wat gebeurt er net als ik wil instappen? Jongens, ik ben er weer. Ja, ik wilde jullie niet laten zakken. En jou wilde ik dit niet aandoen, Joris. Nee, helemaal niet. Als we dit afspreken, dan ga jij mee. Geen flauwekul. Hey, doe je het? Gezellig toch, samen? Samen? Een stelletje uitgelaten pubers? Nou, anders moet ik met Sietse. Oh, het is eigenbelang. Ja, natuurlijk, schat. Marianne, je bent weer omgekomen. Oh, Pancras, ik wil voor eeuwig je warme kruik zijn. Als mijn zonen dit zien... Die kennen de rambam krijgen. Niet dan? Ja, toch. Hey, dag. Zo, Lisa. Dat is toch een prettig regel dan? Ja, het is om de lieve vrede, hoor. Het geld is gestort, meneer Huisman. Joris, je tas. Ja. Wat is er? Je rug? Nee, niks. Gaat u nu ook ineens mee? Ja, om op uw dochter te passen. Aardig van u. Ik dacht dat u het ook allemaal maar flauwekul vond. Ja, maar ik vervang Sietse Bransma. Alweer? Ja. Weet u dat trouwens wel zeker? Hoe bedoelt u? Daar komt ie. Hey, goedemorgen allemaal. Nou moet je ophouden, zeg. Ga je nou toch mee? Ja, wat dacht je dan? Ik laat de school niet zakken. Blijf die aan de gang. Is nou echt helemaal over? Nou, geen centje bij meer. Maar ik ga wel mee, hoor. Ja, dat weet ik toch. Hartstikke gezellig. En een mannetje meer kunnen we goed gebruiken. Mag ik misschien weten wie dat allemaal gaat betalen? Oh, er is wel een mouw aan te passen. Hallo? Schiet nou toch op, jongens. Instappen. Jullie zijn al te laat. Ja, misschien wel. Daar. De sleutel! Hier! We zijn er bijna! Ze is ziek! Ze heeft het ook! Ja, vertel mij wat. En wat nu? Nou, Hanne wil ik toch meegaan. Hij redt het niet eens eentje. Maar zij ook niet. Oh, dat komt wel voor elkaar. Ik ben er ook nog. Zet die koffer maar neer. Ja? Ja, en ga nou maar voordat ze de bus afbreken. Hanne! Hanna, dag. Ga nou maar, maak je geen zorgen. Veel plezier. Kom op, Joris, we redden het wel. En jongens onder elkaar nog wel zo gezellig, wat jij. Je voelt je toch wel helemaal goed, hè?